Wat is dat? Dit is de kanonslag, ook wel de ouderwetse astronaut genoemd. Ja, die willen ze dan gaan verbieden. Is dit gevaarlijk vuurwerk in jouw ogen? Nee, wij vinden dit eigenlijk helemaal totaal geen gevaarlijk vuurwerk. Knalt het niet hard dan? Nee, wij noemen het eigenlijk een kippenscheet tegenwoordig. En ze knallen eigenlijk helemaal niet hard. Ik vind niet dat je met een traditie mag zollen. Waarom is het voor jou zo'n belangrijke traditie? Omdat ik ermee op ben gegroeid. Het is me zo geleerd dat normaal is, dat dat al jarenlang gedaan wordt. Dus dan vind ik dat we dat erin moeten houden. Als wij het gaan verbieden, dan komt er een heel stuk jeugd komt ook niet meer naar de winkels toe. Want ze willen dat knalvuurwerk. En als ze niet meer naar onze winkels komen, dan gaan ze naar andere winkels. Denk daarbij aan Duitsland bijvoorbeeld, of andere landen. Gaan ze dat verder opzoeken, dan wordt het vuurwerk ook zodanig een stukje gevaarlijker. Ja, is dat gevaarlijker vuurwerk dan hier in Nederland? Dat weet ik wel zeker.